olievelden verwijderen, dop 12. Dan ga ik de laam even uitleggen. Ondertussen pak ik even een doekje erbij. En dan een doekje. En een doekje. Zo. Olie is wel zwart, maar ik zie ook dat die glanst en dat vind ik wel fijn. Die glanzende olie. Oh, kut, dat was het veertje. De ring zit er wel. En waarschijnlijk 1. Hij heeft een tijdje stilgestaan, kan ik aan de olie zien. Geen bronskleurige delen, dus dat is wel fijn. Ja, kut is dat. De veren viel in de oliebak, dus dan doe ik maar even zo. Met een magneetje, dan blijft mijn hand een beetje schoon. Ik lig er niet zo wakker van als de olie op mijn handen komt, maar echt gaan graaien in die band heb ik niet zo zin in. Nou, de oliefilter trekken we eruit. Oh, die heeft goed aangezeten. Er is verder geen markering op of zo. Schoonmaken. Een nieuwe oliefilter erbij pakken. Sorry voor het doosje, maar hij is wel nieuw. Hij is nieuw. Zo. Nou, de olie is afgetapt, dus die kunnen we gewoon ook dichtdraaien. Hier zit een koperen ring nog. Het hoeft niet zo muurvast. Goed, ga ik even olie erbij zoeken. Ik maak gebruik van twee typen olie, kroonolie of champion oil. Daar zie ik niet veel verschil in, dat spul werkt gewoon. Semi-synthetisch, gaat ongeveer 7500 kilometer mee, liever 6000. Of ja, toch het liefst jaarlijks. Dan zie je ook of de dingen kapot gaan, of de dingen aankomen of wat dan ook. Het nadeel is dat ik hier geen startrelais heb, dus dat is eventjes kloeten. Dus dan gaan we zo, ik heb al een accu opgeladen, dan gaan we zo even de basis luisteren hoe die klinkt. Olie bijvullen, dat is hartstikke leuk. Heb je er echt te veel in het motorblok gedaan, dat die echt te hoog komt bijna tegen die vier banen aan. Dus echt in het gladde stuk voorbij dus. Ja, het is niet bevorderlijk. Nou, toevallig zit deze bijna goed. Het is niet bevorderlijk, maar gewoon rustig rijden. Hij vreet het wel op. En er gaat niet wat echt kapot of zo. Ik zal straks nog even bijvullen, want de oliefilter is ook nog leeg het huis.
Dan gaan we eerst eens even luisteren wat hij doet. Nou, eens even een accu erbij pakken. Een klein accu'tje. Jezus. Een lompe startkabels. Dan gaan we eens even kijken wat hij doet. Dit zijn hele zware startkabels. Die kun je niet in de handel kopen. Ik heb ze ook zelf gemaakt. Dit komt van een stuk elektrakabel af voor een hele zware elektromotor. Dat werd weggedaan. Toen zei ik, nou doe mij de aardertjes die er maar in zitten. Dan maak ik zelf eventjes een goede startkabel van. Knal, en dat is die. Zoek ik even een massapunt wat geen beschadiging oplevert. Aan het frame of andere dingen. Nou, start of tandwiel. Dan gaan we even luisteren of ik geen gekke dingen hoor, want anders ga ik kosten maken waar niemand op zit te wachten. Nou, gaan we eens even kijken wat hij doet. Klinkt helemaal niet verkeerd. Klinkt eigenlijk hartstikke goed. Als ik nu plakken, 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 tikken, 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 of klappen, 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 of knetter, knetter, knetter hoor, dan hadden we een storing. En op dit moment kan ik dat niet horen of zien. Alle twee, voor mij staan de kleppen ook goed, maar de klant wil hebben dat ik ze na ga meten. Dat gaan we ook doen. Olie zit erin. Ik ga het even opruimen en de bougies eruit halen. Kleppendeksels en tank eraf halen. En dan pak ik jullie er even bij voor de kleppen stellen. Zo, ja, ik loop hier langs. Oké.